Gewoon ermee stoppen. Ja. Dagelijks HD. Hallo mensen van HD, mijn naam is Milan Knol en leuk dat je een nieuwe Akinator. Oh my god, hoe was jullie week? Mijn week was helemaal prima. Laten we beginnen met Akinator. De waarzegger van het internet die iedereen kan vinden die wij zoeken. Maar zoals altijd gaan we eerst even naar de reacties van vorige week donderdag. En de allereerste reactie die komt van Gibson Hinoke. En die zegt, ik heb me doodgelachen deze aflevering. Oh my god. Rust zacht. En de volgende reactie die komt van Kirsten Power. En die zegt, mysterieus. Bijna goed geschreven. I, puntje, puntje, puntje. L, laat de je lachen. Wat? A, anders. N, nooit goed. En PS, niemand is goed. Ja, oké. Okay. Wat? Huh? En als je van boven naar beneden leest, dan staat er Milan. Nou, leuk. En toen dacht ik, wat als ik nou even mijn eigen naam zou hebben? En ik zou zeggen M van Mogol, I van irritant, L van lul, A van asociaal en N van... Nou, dat zijn wel heel erg veel vervelende woorden. Ja, dat zijn best wel veel vervelende woorden. Maar nu ben ik benieuwd naar wat jij zou doen. Laat even in de reacties weten, jouw naam met alle dingen daarachter, zeg maar, met de woorden. En dat heeft een bepaald woord, dat hele ding, hoe je dat noemt, van M-I-L-M. Maar ik weet niet hoe de fuck het heet, ik ga het gewoon niet open opzoeken. Daar ben ik allemaal veel te lui voor. Schrijf gewoon je naam, zet er gewoon iets achter. Leuk, ga ik het volgende week behandelen. Oké, laten we doorgaan naar de volgende reactie. En de volgende reactie die komt van Miss-F-A-L-M-B-N-L. En die zegt, zoek Sinterklaas op. Dat is ook zo toepasselijk, gewoon Sinterklaas gaan zoeken midden in juli, midden in de zomervakantie. Want, hey, Sinterklaas die komt alweer over 4 maanden. Wow. Maar, boeien, fuck dat. Lik de koelkast, zodat Milan dit zoent. Nou, dan gaan we gewoon even de koelkast vragen, toch? Lieve koelkast, mag ik je likken? Of zoenen? Of iets? Alsjeblieft. Nee, dat mag je niet. Ga toch eens weg, man. Je zegt klootzak. De hele tijd zit je in met de graaien en dat soort shit. Je moet eens even gewoon stoppen. Ja. Maar dit betekent natuurlijk wel dat we even Sinterklaas moeten gaan zoeken. Dus laten wij gewoon naar Akinator gaan en even kijken of wij Sinterklaas kunnen vinden. Nou, dat lijkt me wel, toch? Dus de allereerste vraag is je personage van het vrouwelijke geslacht? Nee. Is je personage komt uit Nederland? Nee. Hij komt uit Spanje. Met de stoomboot. Heeft het personage echt bestaan? Oh. Ja, wat doe je dan? Ja, waarschijnlijk wel. Het meest veilige antwoord wat ik kan geven. Loopt je personage op 2 benen en poten? Ja. Heeft je personage een baard? Jazeker. Draagt je personage een rood pak? Oh, jazeker. Woont je personage in Spanje? Oh, jazeker. Hij gaat het al raden. Heeft je personage grote borsten? Sinterklaas met borsten. Wat trouwens wel vet zou zijn, zeg ik ineens te denken. Je hebt natuurlijk mannelijke pieten en vrouwelijke pieten, maar je hebt helemaal geen vrouwelijke Sinterklaas ooit. Waarom moet per se de man de macht hebben over al die pieten? Waarom kan het niet gewoon een keer een vrouw zijn? Hè? Ik bedoel, zeg nou zelf. Dit ziet er toch fantastisch uit, Sinterklaas met borsten. Al zeg ik het zelf. Photoshop skills for the win. Maar nee, is je personage rechtshandig? Maar weet ik niet. Komt je personage van Latijns-Amerika? Nee. En het is Sinterklaas, een volksfeest. Ja, dat heb je goed geraden, Akinator. Dat was ook niet zo moeilijk eigenlijk, want Sinterklaas is best wel simpel. Dus Akinator, god, zit die stoel nog steeds in beeld? Ga weg, man. Akinator, goed gedaan. Gaan we door naar de volgende reactie en die komt van, en goed zitten, even goed zitten hoor, even goed zitten. Oh, wat zit ik goed zeg. Oh, wat een fijne stoel. Oh, wat een fijne stoel. Godgloeiende, wat een fijne stoel is dit zeg. Reactie van Delilah, Pony Home, zoek Flikker, van de film Flikker een paard. Flikker een paard, wat Flikker een paard van de gang, ding. Raad hij nooit, denk ik. Like zodat Milan dit t-shirt ziet. Hé, die vind ik leuk bedacht, man. Die vind ik leuk bedacht, man. Hoe zou dat nou komen?
Oké, we gaan een flikker zoeken. Het is een paard. Volgens mij is dit het paard. Een echte knol. Leuk. Ik weet vrij weinig over flikker het paard. Maar flikker het paard naar Akinator. En hij zal het vast wel raden. Dus we gaan gewoon kijken. Is je personage van het vrouwelijk geslacht? Daar beginnen we al. Ik heb geen flauw idee. Het is een meidenfilm. Het zal wel een vrouwelijk paard zijn. Ja. Kent je personage jou persoonlijk? Nee. Maar een andere knol wel. Maar deze knol niet. Is je personage afkomstig uit Nederland? Holy fucking shit. Het is een paardenfilm. Het is Nederlands denk ik. Dus ja. Is je personage ooit getrouwd geweest? Paarden kunnen niet trouwen. Dat mag niet volgens de wet. Dus nee. Heeft je personage een hond? Nee. Komt je personage uit de tv-serie? Nee. Is je personage bekend van YouTube? Nee. Is je personage een kind? Nee. Is je personage een mens? Nee. Loopt je personage op vier benen of poten? Ja. Daar was natuurlijk allemaal gezeik over. Altijd is daar gezeik over. Dat heb ik volgens mij elke keer eerder in een Akinator besproken. Hebben paarden nou benen of hebben paarden nou poten? Want als je tegen een paardenliefhebber zegt dat ze poten hebben, worden ze fucking boos, geloof ik. Geloof ik. Ik kan me nog herinneren, van, dat heb ik ooit een keer gedaan. Was een meisje, was heel erg fan van paarden. Dus was mijn nichtje was dat zelf. Was niet eens een meisje, was gewoon mijn nichtje. En die was heel erg fan van paarden. En toen zei ik van, ah joh, kutbeest met kutpoten. En toen zei Sorry. En het grappige is nog, mijn nichtje die heet ook gewoon Knol van achternaam. Dus ik dacht van, wat doe je nou moeilijk? We heten allebei Knol. Ik heb net zoveel respect voor knollen als dat jij dat hebt. Maar hey, wij gaan een beetje van het onderwerp af. Vier benen of vier poten? Ja, allebei gewoon. Leef jij en je personage in hetzelfde huis? Godzijdank niet. Is je personage een paard? Jazeker. Heeft hij, zij jou ooit gezien? Nee. Komt dit personage voor in een stripverhaal? Nee. Is je personage bekend? Nou ja, wel, waarschijnlijk wel, want ja, het is een film, dus ja. Heeft je personage echt bestaan? Het paard is echt, dus zeggen we ja. Is je personage beroemd dankzij film? Ja. En zeker niet te denken, hoe de fuck kan eigenlijk een paard de hoofdrol spelen in een film? Ik bedoel, dat beest dat lult niet. Dat beest dat schijt alleen, dat vreet alleen en die kun je bereiden. En er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen hoe het echt voelt om een knol te bereiden. If you know what I mean. Oh yeah. Dus zijn er mensen die kijken en die denken van, nou, ik zou wel eens een keer een knol willen bereiden? Hey. Oké. Oh my god, waar ben ik mee bezig? Woont je personage in Nederland? Weet ik niet. Heb je ooit hallo tegen je personage gezegd? Ik heb nog nooit tegen een paard gepraat en dat ga ik ook never nooit doen. Dus nee. Komt je personage uit Nederland? Nou ja, waarschijnlijk wel. Is je personage ouder dan jou? Dat weet ik niet. Is je personage klein? Nee. Paarden zijn niet echt klein, nee. Ik denk aan Black Beauty. Hoofdpersonage uit de gelijknamige roman. Wat de frankemenk. Black Beauty. Hij zit wel in de buurt met een paardenfilm shit ding. Maar nee, dat is hem niet. Is je karakter jonger dan 20 jaar? Weet ik veel. Is je personage zwart? Is die flikker het paard zwart? Ik kijk nu op een of andere Wikipedia ding en ik zie Flikker de 3, Best Friends. Dat is een zwart paard, dus ja. Heeft je personage een verband met film? Ja. Heeft hij zij een tattoo? Een paard met een tattoo? Nee. Maakt hij kunstwerken? Een paard dat schildert? Nee. Is de persoon klein? Nee. Heeft personage deelgenomen aan de Olympische Spelen? Nee. Ik denk aan Penny Shadow. Dit zijn allemaal paarden? What the fuck? Nee. Heeft je personage de vorm van een dier? Ja, want je vroeg al of hij een paard was en toen zei ik ja. Dus zou die dan een vorm hebben van een dier? Ik denk het niet. Heeft je karakter Beyond Two Souls gespeeld? Een paard die gamet? Nee. Is je personage echt? Ja. Is je personage een vrouw? Nee. Is je personage beroemd dankzij televisie? Onder andere? Dus waarschijnlijk wel. Maar van een film is het, dus nee. Is het een YouTuber? Ha, paardenvlogs. Nee. Is je personage gelinkt aan paardrijden? Ja. Kan een personage jong leren? Een paard met die... Gast, jij vroeg aan mij of het een paard was en dan ga je allemaal dit soort vragen stellen. Het is zo retarded. Dat is toch logisch dat hij dan dat niet kan? Is zijn vader een oud F1 coureur? Ja, oh, zeker. Ja, vader paard was een F1 coureur. Nee. Heb je een platonische relatie met je personage? Maar hé, wat betekent nou platonisch? Platonische liefde of een platonische relatie is in het hedendaagse denken een liefdesrelatie waaraan geen seksueel handelen of begeerte te pas komt. Het is dus een innige vriendschap, een liefde zonder lichamelijke wensen. Dus je hebt zeg maar verkering met elkaar, maar je hebt geen seks, geen zoentjes, geen vingertjes op plekjes waar het normaal ook niet hoort. Dat heet platonische liefde. Een beetje zeg maar geen seks voor het huwelijk denk ik ofzo. Interessant. Heb ik dan een platonische relatie met mijn personage? Ik zelf persoonlijk niet, nee.
Lijkt je personage op een paard? Verrassing, het is een paard. Is je personage bruin? Nee. Houdt je personage van bloemen? Nee. Is je personage gelinkt met appels? Wat de... Ja, paarden eten vreten vast wel appels, dus waarschijnlijk wel. Heb je je personage ooit gezien in de echte wereld? Nee. Is je personage wit? Nee. Is je personage een pony? Nee. Is je personage bekend door sport? Nee. Is je personage een pornoster? Ja hoor. Paardenpornoster, zie het voor je? Nee. Is je personage zwart-wit? Nee. Is je personage een dier? Ja. Is je personage een meisje? Nee. Heeft je personage zwart haar? Het is een zwart paard, die heeft zwart haar. Ja. Staat je personage op twee bonen en peter met een beter moten? Nee. Is je personage van UK? Nee. Oh, maar ik denk aan Rakker. Een zwarte Shetland pony uit de Penny. Oh my god, what the fuck, dude. Oh my god, hij gaat het niet raden, hoor. Hij gaat het echt niet raden. Speelt het personage in Minecraft? Nee, fuck die shit. Nee, fuck je, nee, fuck, nee, fuck, nee, fuck, nee, fuck, nee, fuck, nee, fuck. Ik denk aan jouw paard. Oh my god, denkt hij dat die flikker ook nog mijn paard is? Oh my god, wat is dit voor? Oh my god. Oh. Akinator, waarom doe je zo? Ik denk aan Flikka het paard. Flikker het paard. Ja, hier. Flikka. Het is een dier uit een film. En hier ook Flikka. Paard uit de geladen 3 film. Ja, dat is hem. Bravo. Ik heb hem verslagen. Het is eindelijk weer gelukt. Boeien. Akinator, niet goed gedaan. Gaan we naar de volgende reactie en die komt van Remco Thijs. En die zegt, Milan, wanneer komen de draag zodat Milan dit ziet shirts. En B-Babe. B-Babe zegt, klopt, op welke datum komen die shirts? Nou, ik heb goed nieuws. Volgende week donderdag om 7 uur bij de nieuwe Akinator komen de shirts weer. Echt waar? Echt waar. Fucking 30 juli om 7 uur zijn de shirts weer verkrijgbaar. 250 stuk zijn er nog maar. 250, ik zet voor iedereen een persoonlijk kaartje. Ga ik zelf allemaal schrijven. 250 kaartjes ga ik allemaal schrijven. Man, het zal allemaal eeuwen duren. Maar ik heb het ervoor over, want die vorige was binnen 3 kwartier of binnen 1 uur was die uitverkocht. Was zo bizar snel. Dus ik dacht, nu nog 250 zijn de allerlaatste. En als je de Akinator van 30 juli op 7 uur goed gaat kijken, dan kun je ook een kortingscode tegenkomen. Die kun je gebruiken en dan kun je goedkoper dit shirt halen. Dus, waar wacht je nog op? Tot volgende week om 7 uur. Doei. En die moeder van Akinator, zo, die mag er wezen. Dat zijn meer pixels dan vrouw. Maar oké.